het moment dat jullie heel erg bang gaan worden, omdat dit de eerste vlog gaat worden zonder snij! We gaan naar AnimeCon. Yay. Goedemiddag allemaal en sorry voor die enge intro. Dus jullie gaan echt hier de hele tijd al storen, hè? Jullie zijn het gewend met Halloween Grow Up. In ieder geval, wij hebben een vlog te doen van AnimeCon. Vorig jaar is het nogal een beetje uit de hand gelopen. Insert clip hier. Iedereen rustig blijven. Alsjeblieft, iedereen. Stijl jullie! Flash, Arnold! Patrick, je moet het van Mark, Linda! Kom op! Ja, het ergste is, ik zie die clip niet, maar ik weet wat er gebeurd is. Dus ja, dat is gewoon heel erg komisch. We zitten hier in ieder geval al op onze hotelkamer. Dus mede mogelijk maakt door Lier. Ja, niet zo... Oké, kun je nog even zeggen of dit je nou bent? Coran. Van Voltron. Wat gaan we nog maken? Hier, de Skype. Ik vind het nog steeds een Lucario. Blauw, hè? Hot erbij. Hij heeft het blauw. En dat ook als bird. Met een vissenhol. Je denkt dat ik een vier met zijn magic carp op. Dus zo gaat hij op vissen. Hij is een magic carp trip out. Ik ben... Wist het. Every challenge along the way, with courage I will face. Jongens, jullie raden het al, we zijn er. Het is een jaartje geleden, maar we zijn er terug. Yay, heb je zin in? Yes, ja, als we binnen zijn hebben we zin in, hè? Ja, oké, zo eindig je het. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar jouw boring houding van als Erik het uitlegt. Ja. Deze conventie wordt mij mede gemaakt door een Descartes. Ja. Gooi het logo er nog even bij, waarom ook niet? Hartstikke leuk. Ik zie jullie daar dadelijk wel, want ja, dat is gewoon leuk. Dus ja. Ik heb gelogen, ze is wel! Hoi! Dus, Erik gaat het zijn lekker. Waar is Erik? Zijn ze? Daar zijn ze! Daar zijn ze! Vorig jaar! Gaan we weer een flashback van vorig jaar krijgen? Ja, we gaan weer naar flashback. Flashback time! En dan komen we nou bij de camera. Dit, dames en heren, is een camera. Ayo, nog nooit gezien! Zijn we terug? Oh, ik dacht dat we nog een flashback gingen doen. Maar jij blijft altijd een flashback. Jij is goed voor vorig jaar gewoon weer uploaden. Vind ik een goed idee! Hij staat nog steeds online, je kunt nog steeds kijken. Linkje staat hier beneden in de beschrijving bij ons. Ja, Je lijkt er wel echt op een jochie. Kijk je aan, mama. Yeah! Ik word net zoals wees, want ik ben jonger. Voor even 10 years old. Nee, dan mag ik mijn auto rijden. Oh ja, dat is een probleem. We blijven 20, we blijven 20. Ja, doen we voor. 20! Ja. Op zoek naar de magic arm. 10 jaar. Wat? Als links zo gaat kijken, dan wil je echt... Zo vrolijk. Je ziet eruit als die shopkeeper van Skyward Sword. Waarom ben je zo vrolijk? Ja, nee, dan is het niks van weet het kopen. Nee. Oh ja. Maar we kijken niet zo heel boos. Waarom ben je zo vrolijk? In ieder geval, we hebben dus
Onze Erik is er ook bij, onze metrocar. Ook al is hij nou link, het is nog steeds metrocar. Metrocar. Zijn jullie dit spel ook in spelen? Laat weten in de reacties. Nieuw is er ook. Hi. Ik heb wel eventjes gewoon het liefde van alle hier zo gewoon even lekker. Ik ben wel blij eigenlijk zo met de setup. Zo. Ik moet zeggen, ja, ik weet het jongens, ik heb geen snor, ik weet het, het is creepy. Deal with it, deze video. Het heet ook een snorloos begin. Weet ik hoe dat de titel heet? Oh ja, ik heb geen snor! Dat was het hem. Yes. Ja, hij heeft ook geen snor. Nee. Sorry. Ik heb een snor. Oké, dan ga ik jou gewoon heel even zo stil houden. Kijk, een snor. Kijk, en als ik hem dan zo op bijhoud en dan ga ik nou stil zijn. Kijk, zo heb ik ook een snor. Oké, dat is heel raar. Nou, daar horen jullie geluid en ik heb een snor. Edit mag je. Dat is gek op jouw snor. Ik weet niet, proberen. Wordt dit echt gewoon de gimmick van deze con? Het zijn een leuke snor, hoor. Het gaat je goed. Het past bij je ogen. Wacht, wat is dit? My name, man! My name, man! Link, you son of a bitch! How are you doing, my fireman? Hello for the worst, Mark. We hadden net ook een hele leuke discussie, ik ga gewoon even zo. We hadden net altijd een hele leuke discussie en dat ging namelijk over de film van Tinkerbell, van wie is nou meer irritanter? Tinkerbell of Navi? We zeiden allemaal gelijk Navi, want ja... Tinkerbell kan niet spreken. Tenzij dat je die irritante rotfilm mee. En hij zegt van, dat is helemaal geen irritante rotfilm, want je moet de film niet zien. En toen zei ik al gelijk, nee, inderdaad, je moet de film gewoon niet zien. Ja, maar volgens mij kan Navi dan laten. Tinkerbell kan niet laten, toch? Nee, Tinkerbell kan niet. Maar je zei Navi. Ja, dat maakt niet uit. Edit Navi! Precies. Luister naar Evie weet het. Evie is altijd, kijk, je staat links op mij van. Heb je vragen? Hij bijt. Auw. Maar heb je vragen, dan moet je het altijd natuurlijk vragen aan Mexico, die er op dit moment hier is. Maar, dan ga je hier even mee. We zijn ook al aan het inediten, wat hoeft dat? Jongens, we kijken zo dadelijk weer. Het wordt een hele gekke vlog weer, net zoals vorig jaar. Zelf een stick voor spierballen. Ja, ik ben aan het uitleggen waarom dat ik hier met een gestrekte arm sta. Dat is raar. In ieder geval, ik heb het al een keer gezegd, maar nu zeg ik het nog een keer. Want als ik mijn camera zo draai, krijg ik bijna iemand hoofdpijn. Nee, hoor. Dan zien jullie het al. René Gaerts! Kijk, daar staat hij op de achtergrond. Ja, hoor. Oftewel, deze vlog van AnimeCon wordt mede mogelijk gemaakt. Door René Gaerts. Graag gedaan. Het is echt kort serieus. Ja, jullie kennen dit ondertussen. Gooi jullie er helemaal mee dood. Het is nu ook weer. Ik zie Sharpedo, maar ik zit even te zoeken. Ja, kijk. Je moet even de spotlight even stelen weer, hoor. Ik ben nog steeds van mening dat er gewoon de Jumbo kaart in Jolteon had moeten zijn. Ja, ik heb het één keer gespeeld met jou, hoor. Mooi, ja, zeg. Zie je wel, maar even. Maar, ik weet het is een populair spel, maar... Ik, Ik hoor dat als spelers dat het imploding is. Wat nou echt? Nou, ik vind de humor... Do I really have to shoot you to the stars again? And I'll use Mewtwo to destroy you. I use Umbreon to destroy your Mewtwo. Yeah, right. Yeah. Psychic doesn't hurt him, doofus. Yeah. Psychic will destroy him. That's my slap aftreksel. Yes, I have the real Mew next to me. Yeah, we komen hier Giovanni tegen. We're coming to you. Ja, hij is Engels, super system. I speak English a little bit for him. Very bad. You don't have to. I do it. Jij spreekt Nederlands? Nederlands geleerd. De baas van Team Rocket heeft Nederlands geleerd. Dus ja, dan moet ik ook weer gaan vloggen. Yay! En
anyway, guys. Het geluid, ook op mijn kanaal. Ik zie er raar uit zonder snor. Weet jij al wat het is? Laat het weten in de reacties. Niet vals spelen, niet vooruit spoelen. Degene die vooruit uitspoelt. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor geluid? Het is 5 cent. Spoilers! Ik wil hier zo min mogelijk editwerk in steken. Dan snap je natuurlijk zelf ook wel. Ik ga zoveel mogelijk editwerk bezorgen. Dat weten jullie wel, hè? Weten jullie namelijk nog vorig jaar? Jumptrack naar vorig jaar. Enough. Sleep. Now. Stoutland! 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 Ik heb trouwens een nieuwe Eevee, jongens. Ik heb trouwens... Giovanni, shut the bleep up! Wat? Kijk nou, ah, nee, Eevee, kijk! Iedereen... No! Zelfs op camera ziet hij er leuk uit, maar goed, het gaat meer over jullie dan om mij. Ik serieus, ik ben één. En ik dus niet! Nee, jij bent niet eng. Jij bent een mensenkap. Jij lijkt allemaal saai. Maar iemand maakte een foto. Met een ei op je hoofd. Hoe heb je deze foto gemaakt? Laat die foto eraf zien. Hoe heb je deze foto gemaakt? Daar maak ik een jumpscare van, dat krijg je een jumpscare die gemaakt. Nog meer editwerk! Mission accomplished! Ik weet niet wie jij bent eigenlijk, maar ik ben namelijk zo. Het is Jens! Het is een wilde Jens! Uitkijken! Kom kijken. Sorry, wat? Nieuw. Brownies! We hebben pizza en jij brownies! Brownies zijn beter. Maar dat maakt niet uit. Brownies zijn beter dan pizza. Rule number one. You do not film people while they're eating. Of course I do. He just did. Doesn't mean it's good. It's not... I don't care! Stuiter, vertel eens wat. Nou, hallo, ik ben Stuiter en we zijn momenteel op AnimeCon. Oh, eigenlijk, dit is de anonieme stuiterballen trouwens. Hallo, ik ben Stuiter en ik heb nogal last van de stuiteringen. Nu moeten jullie allemaal hallo Stuiter zeggen. Hallo Stuiter. Dankjewel. Oh. Welkom bij de anonieme stuiterballen. Yay! Is dit de stuiterbal? Ik kan er wel voor zorgen, maar ik denk dat hij dan kapot gaat. Dat hier is onverwoestbaar. Yep. Ah, geen challenge, geen vraag. Alsjeblieft, nee. Dat gaat helemaal verkeerd. Ik heb een Nokia 3310 gesloopt. Dat was dat een nepper. Weet je nog met die naaldhak? Yeah. Nee, met een naaldhak! Ik ben er met een naaldhak op gaan staan. Ik ben er zo gebruik geen naaldraket! Naaldhak! Raket! Hak! Naaldhak! Naaldhak! Raket! Naaldhak raket! Ik ben veel meer ook, ik ben heel gek! Edit! Edit jij! Nog meer edit! Volgens mij is dat niet ik, maar volgens mij is dat de kijker. Hoi kijker! Oh, kijker, blijkbaar moet jij nu suggesties geven wat hij gaat editen. Dankjewel jongens, ik hou van jullie, ik deze beeld fix! Henk Patat! Team Henk! Wij zijn de Team Henk, jongens! Yes! Team Henk! Met snor had ik tenminste nog een beetje authority die ik uitstraalde, maar dat is dus niet weg. Jongens, vraag jullie! Nee! Oké, daar is de snor! Ik heb snor, ik heb autoriteit! Yes! Objection. Mijn snor is mensen echt. Ja. Mijn snor is groter. Snorgevecht! Instant kustgevecht! Oké. Hartje op de achtergrond of zo. Dan wordt het een toneel! Ben jullie al
woord zeggen? Hoi. Ja, doe maar even hoi. Doe maar even hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Ja, dat gaat weer uitleggen. Kom op zeg. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Ja! Nou, zo gaat het dus bij elke conventie ondertussen. Ja, ik voel gewoon op degene die er aan het praten is, dus. Ah, nee, dan moet ik censureren! Dus als je praat, krijg je gewoon meer zendtijd. Dus als je gewoon blijft praten, gewoon dingen zeg, gewoon woorden, bla bla bla. Ja, goed zo, want als je gaat praten, en ja, dat werkt inderdaad. Ik ben nu aan het uitleggen. Ik wil mijn uitleg dingetje. Ik wil mijn uitleg dingetje. Nieuwsbang. Behave. Nee, jij zal mijn ei nooit stuiterend laten stoppen. Stuiter is nou mijn ei. Stuiter. Liever niet hoor. Ik mag putsen. Hij maakt leuk geluid. Nee, maar ik wil ei. Corné heeft ei gestolen. Flashback! En dan moet je ook wel gaan opzoeken, hè, dat oude filmpje. Dat heb ik nog wel ergens een ander zijn. Ja, maar dan moet je het gaan zoeken. Ja, dus. Dat is lastig. Nee, hoor. Dat is meer editen. Nou, dat is echt. 451, wat? 24, 42. Je wekker. Als je een zwart beeld voor zegt dat je eruit komt laten horen, dan denk ik dat je hele foute beelden voor je gaat krijgen. Het valt heel erg mee dat de politie nog niet gebeld is. Deze scène doet lang, wanneer is hij afgelopen nog niet? Ja. Ja. Ik weet niet waar ze het over hebben. Oh, maar dat staat je, kom over hier! No, not! Nee, eerst die knop, nu dit! Knop? Knop? Stop playing with me! Stop loud! Ja, je moet even bestuurd. Ja. Je hebt een snor. Yes. Wilfred Wolfstijs. Order the Markiplier reference. Nou, we hebben Wilfred Wolfstijs. Maar ik heb voor jou... I found the source. Oké, ik ga hem even Ik ben nu cameraman. Oh nee, ik ben nooit gekomen. Het kan nooit goed komen. Wat heet ik, hè? Hoi, mijn Ruud. Ik was vanavond helemaal onder de indruk van een Wilfried. Nou, dat moet kunnen. Hi. Welkom bij deze tutorial. Don't do that, my only religion. No. It is proven right. En zo lijm je Leroy in zijn gezicht. Zo lijm je bij zijn gezicht. Oh, fuck off. Ja, joh. Hij is zo goed. Wel, bijna, man. Dat was zo stom. Wat was ik hier vanaf? Nee. Nee, het is donker. We gaan een stuiter missen. Blijf je langer. Hij is zo fluffy. Ja, hij is jaloers nou. Deze is jaloers. Hij is geweldig. Nee toch, Jiffy. Luister, ja, die is echt geweldig. Hij is zo fluffy. Moet je ook een handje. Dat is eigenlijk cool. Fijn. Deze scène houdt gewoon niet op. Houdt niet op. Moet je vanzelf. Houdt niet op. Nooit op! Nooit zal deze scène ophouden! Nooit! Bye,
is my old friend. Hello. Is it me you're looking for? No, I can see the yours. All by yourself. I is so lonely. Mr. Lonely. He has nobody. For his own. Volgens mij heeft hij zijn handschoen gekregen. Nee, dat zit er goed. Ja, nee, je moet zo goed. Nou ja, sommigen hebben twee linkerhanden en de anderen die hebben omgedraaide handen. Nee, nee. En sommigen zijn zoals Leroy. Ik weet niet meer. Ja. Maar hij is zo lekker dan, of niet? Ja, heel lekker. Ongelukkige Leroy! Ik denk al, wat blijft het moment? Leroy, would you say the fit like a glove? Lekker glove. Hij zit wel snor. Ik mis het om dat te zeggen. Hij zit wel snor. Ah, dat is de nieuwe snor van STD. Hij heeft twee kleuren. Sommige mensen hebben van spontane snorgroei last van. Oh nee, wacht even, dan ben ik weer te verstaan. Shit. 3 jaar later. Wat is dat? Zeg, heb jij een ei voor mij? Ik zie nog dat er best wel veel stroom in zit, dus komt het goed? Jij! Jij! Doe het! Wauw, een hamer in full HD. Camera op! Ik ben te laag. Ah, metaal! Shit! Yay, hier mag weer wat censureren. Editwerk! Yay! Editwerk, ik kies jou! Nou, kom nog een keer mijn intro voor mij. Waarom het niet? Nou, tevreden! Oh ja, deze vlog. Oh ja, niet te vergeten. Deze vlog is mede mogelijk gemaakt door René Kaart. Hoe staat de Eddencount nu? Weet ik veel. Je moet de Eddencount maken van de Edding. Waarschijnlijk komt er nou een balletje onder in beeld van de Ed. Ik haat jullie, weet ik veel. Maar die heeft een snor, dat klopt weer niet. Moet ik weer een nieuwe vlog maken? Ik kan een scène van jou wat kort aan maken. Ik had voor iedereen wat kort te maken. Ik heb een A. Ga jij nou iedere kijker af om ervoor te zorgen dat hij niet mijn video kan kijken? Wat voor persoon ben jij wel? Nee, maar voor jou deze scène korter. Hé! Hey. Dan kan je toch zitten bij als je aan het editen. Hé, hey, maar daar heb ik mijn toekomstige ik last van. Daar heb ik geen last van. Ja, maar dan kan je... Inderdaad. Het is een leuke verrassing voor je toekomstige ik. Ja, maar mijn toekomstige ik, daar heb ik scheid aan. Nou, dan heb ik scheid aan jou. Ja, precies. Ja. En dan gaat... Want ik geloof in jou! Exactly! Oh ja, ik heb hier een foto niet gemaakt. Ik heb een appel! Maar Stevie, wat vind je dan van je past me? Van mijn past me? Welke me? Make a me with me. Je verleden. It will be so much fun. Je verleden. Je ik uit het verleden. Wat? Ben ik uit het verleden? Dat is een eikel, hè? Nee, toffe gast. Hij heeft een snor. Wel positief, ja. Aan de andere kant, hij heeft heel erg al dat editwerk gegeven hiervoor. Hè? Hoezo? Ik heb helemaal geen editwerk, ik zit hier nou heel erg rustig. Ja. Vorige keer heeft het zeker ook opgepakt. Nee, de vorige keer heeft het ook helemaal niet gedaan. Die heeft al lang het editwerk klaar, dus Ik uit het verleden, die heeft toch al het editwerk moeten doen? Hè? Die heeft al het editwerkertje gedaan voor je. Ja, maar dat was bij een andere video. Deze video, dat is de toekomstige ik. Dus de verleden ik, die heeft dat nog niet. Dus... Right, time travel, big ball of pip. Oftewel, op dit moment komt er dadelijk in één keer een DeLorean en dan komt een toekomstige ik die mij probeert te werken, waardoor dat ze zichzelf Dat ja. Precies. Ja, dat. Oké, als mijn toekomstige ik hier problemen mee heeft, dan moet hij nu op dit tijdstip, hoe laat hebben we leven? 12 uur. 12 uur. 9 juni, hier op Animecon, hier op deze plek komen en mij nu tegenhouden, want deze cent blijft ook doorgaan.
En ik van de toekomstige huidige nu die aan het editen is, zegt dat deze scène nu eindigt. Lekker voor je! Beste ouders die dit ook waarschijnlijk horen op het moment, ik heb medelijden met jullie. Mijn excuses dat ik jullie dit aandoen. Deze vlog gaat nergens over. Is het afgelopen? Nooit! Never! Weet je, ik zie dat balletje nog best wel eens een keertje kapot van deze kant. Die gaat niet kapot! Sorry, dat ding is al zo vaak uit elkaar gevallen, wacht joh! Even, wacht even, niet lang hout. Ah, kijk eens, dom hout. Moet je sorry, wat? Blank hout. Afknop op blank hout. Ik had het jinxed, afknop op blank hout. Wat, plat hout? Blank hout. Nee, niet weer. Mam, stop nou eens met bellen! Alweer die perries! Nee! Oh, hij stuit het! Het is een stuiterbal! Hij viel het open en deze op het ik was er ook. Oh, daar is het. Nou, heb je dan iets nodig om meer energie te krijgen? Ja. Bom! 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 Spift! What the f***? Dan denk je dat de dag niet gekker kan gaan worden als die hele lange, eindeloze, niet ophoudende scène die we dus net hebben gehad. Hi. Kom je even gezellig langs. Stevie, jou moet ik hebben. En krijg dit voor me een plaat. Oh. Ja, inderdaad. No. Zo bedankt. Ik ben Meerte. Hoi Meerte. Ik doe dit al de hele dag bij iedereen die ik een leuk kostuum vind. En waarom? Nou, ik vind eigenlijk wel dat iemand soms iets aardigs verdient. Dus dan... No. Dat is echt een like. Ja, 100% Dat is wel heel veel, lief. Dat is gewoon 9 liter. Ik heb daar ruimte voor, ik moet. Ja, hou jij LE. Dus. Hey! Ja, dat gaat zeker nog goed komen. En zijn jullie er ook blij mee, Evie? Ben jij ook blij? Hij lacht, kijk. Oh. Ja, die is echt veel te fluffy. Ja. Echt, de vorige keer was bij... Nou weet ik niet meer welke... Nishikon. Nishikon kreeg ik in één keer een Sylveon plusje in mijn handen gedouwd. Ja, klopt, ja. Sorry. Stop being so nice to me. Het spijt me. Wat? Ah, Pikachu! Ik smel het niet meer! Ik denk waarom ik in één keer in mijn hand had gedouwd. Ja, nou, daarom is dat het de Eevees moeilijk te zien zijn, maar maakt niet uit. Het zijn wel Eevees. Ja, precies, en daarom moeten ze erop. Of ze... Dus, maar kijk, door een t-shirt dan ga ik het niet doen. Dat, deze stof daar is het niet veilig voor. Nee, deze. Ik kreeg ook een Mew. In Mew? Embryon, ze hadden geen Mew. Embryon. Maar Embryon is ook heel goed. Mag jij Eevee hebben? Ik weet zeker dat zij daar geen probleem mee heeft omdat ik Eevee al heb. Ja. En het is exact dezelfde. En anders dan heb ik jou Eevee. Maar hun zijn het ermee eens. Niet zo bijten. Bijt me, ik heb een kusje. Oh jij neemt gewoon een keertje je brutale mond. Is dit nou Magic Buttons? Nee! Sla door je neus is niet lekker. Ja, saus door je neus. Dat voel ik ook niet. Zie je nou dat ik bijna moet kotsen? Mijn mond is leeg. Mijn mond is leeg. Kijk, kijk, dit. Nou, zit in je snor. Niet meer eten als je bij Stevie in de buurt bent. Ook niet drinken, daar heeft hij ook heel veel ervaring mee. Goedemorgen samen. Hallo. Deze vlog is nooit geëindigd. Echt waar niet? Nee. Nee hoor. Nee. Hij heeft toch een beetje edit magie nodig om dat werkelijk te laten zien, maar het is nooit geëindigd hoor. Ik ga naar het gala. Ik heb net iemand gehad. Die komt langs. Stevie, ik ben op zoek naar jou. En die komt echt.
En die geeft mij een lading buttons. Ze hangen allemaal. Als je ze handschoenen, als je ze uit. Handschoenen. Ja? Ja, probeer je ze nog een keer drie keer te onderbreken. Handschoenen. Kom nou eens even denken. Handschoen, als je die uit hebt gedaan, dan doe je gewoon. Een duel. Duel, goed sir. Ik heb meer van Rijk. Snor is weg, Stevie. Hè? Je snor is weg. Nee hoor. Echt wel. Nee hoor. Hoe anders moet je de Pokémon meester worden? Wat voor shit? Sinds wanneer is dat een requirement? Is dat beard? Vanaf deze hoek leek het daadwerkelijk op een enorme snor. Dat dacht ik al, dus... No. Ik heb schone handjes hoor. No. Maar je moet niet op mijn pet leggen. Op pet? No. Nee. Ah. Moet ik weer een sound effect erbij editen. Hoi. En Gregory is weer terug naar de aarde. We zien hier een zeldzaam verschijnsel van een Gregory die twee letters van het alfabet geleerd heeft. Ik was een heel sensitief moment met Ivy aan het beleven en jij maakt me helemaal belachelijk. Dat is mijn taak. Maar waar is jouw... Dat de twee letters waren. Hi. Hoi. Ja, analfabeet. Nee, nou niet weer die hi grap. Nee. Hi. Zal ik wat leuks vertellen? Bij de alfabet, heb je na de H, heb je de I. Wat krijg je dan? I. Dus de alfabet, heb je altijd hoi gezegd. En jullie hebben niet hoi teruggezegd. Je hebt het verkeerde pakje hier eigenlijk vooraan. Jackson, orde. Leuk. Hij loopt leeg. Ja, Snee figuren komen altijd ongevraagd op de camera. Ja. Dit knipperen we er zelfs met niet uit. Wacht op. Hij is zelf lekker ook. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat er mis met hem is. Maar vertel verder. Dus het was iets met hi. 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 Ja, de alfabet. Als je goed kijkt, hè, heb je na de H heb je de I. En als je samen heb je hi. Oftewel, hoi. De alfabet heb je altijd hoi gezegd. En jullie hebben niet eens hoi teruggezegd. Schaam jullie. Allemaal. Mag niet. Objection. Shit, kan even. Met Hoi. Deze video zit echt vol met Eevees. Nee, joh, lijkt me zo. Jas uit. Ik moet echt wennen aan, gewoon als ik nou naar dat schermpje zit te kijken, aan ik en zonder snor. Ik denk dat het net zo erg is voor jullie als voor mij. Ja, bijna het gras en bijna het gras. Ja. Ik ga nu het gras beginnen. Ik weiger. Wow, dat was mezelf heel erg in. Ik weiger het gas in te gaan rollen vandaag. Wij geloven het zelf ook. Nou, vandaag kan ik wel begrijpen, maar over een half uurtje is het dan weer morgen. Daarom. Dus ik ga voor een half uurtje niet rollen. Dat vind ik eigenlijk een leuke challenge. Nee, ik ga niet rollen. Nee, met de wand schudden, dat is al heel eentje bij. Nee, ik ga naar voren zelfs en ik niet naar achter gaan rollen. Want ik heb mezelf voorgenomen. Van achter, van links naar rechts, van voor naar achter. Nee. Van voor naar achter, je rol in het gras. Zo ging het liedje toch? Nee. Ik ga niet in het gras rollen. Dat is je ei. Hij heeft een omeletje gemaakt. Dat is Duits. Dat is heel Duits dan. Hij heeft een hot hog. Hij. Moestijsman versus not so birds. Birds is taking your shirt off. Nee, kijk eens! Ja, doe maar hoor. Oh god. Ik weet niet of... Memories.
Ik weet niet of die normaal nog hard of zo. Hier staat een no-best. Willem Inno! Evolved into Flareon. En ik spreek in één keer Engels en ik weet niet waarom. Maar ik ben niet alleen, dat is de enige Pokémon trainer hier. Als we hier om ons heen kijken. Kent gedikt. De muziek past er wel gelijk bij. Oh my god, ja, dit wordt een happy's. Nou, ik heb hier een beetje gemaakt van het team. Hey dude, you're Thunderbolt! Pikachu, psychic attack! Thundershock! Ik weet niet of ik het ondertussen al gezegd heb, maar we zitten nu dus op dag 2 en ik ben nu al helemaal op eigenlijk. We zitten hier, ik heb toch weer een deck gekocht van René Kaart. Hij zit me zo aan te slaan. Hi. Ik heb zijn neus. En deze is ook nieuw. Maar die hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Ik weet niet meer wat gisteren gefilmd heb. Die hebben gisteren heel veel gefilmd. Oh, die hebben gisteren heel veel gefilmd. Ik ben echt zo back af gisteren geweest dat ik gewoon bijna vergeten ben wat ik allemaal gefilmd heb en wat ik niet gefilmd heb. Ik weet dat er hele lange scènes waren die waarschijnlijk klein geknipt zijn. Hij is mijn kijk aan het kijken. Hij is kijk aan het kijken. Slim, 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 slim. Zeker, zoals de vorige keer. Ik ken jou wel, jongens, met je partijkjes. Ze willen hier dolgraag een foto van ons maken. En we hebben dus netjes gevraagd van, ja, we vinden het best. En dan zien ze daar achter. Want we hebben Mr. Eevee, Magikarp en you. En die hebben ze nou speciaal uitgeprint. En nou zien ze daar achter. Zie je echt, ze hebben het uitgeprint en ze zijn nu aan het knippen. En dan gaan ze het eigenlijk gewoon ook echt op daar op dat framepje erachterbij hangen. Omdat ze ons donker op de foto willen. Dus dat is echt geweldig gewoon. Dus, je ziet het dan gewoon met z'n tweeën kijken, je gaat er aan werken. Wauw. Dus we zijn nu even aan het chillen. Hi. Hi. Dus ik heb dat team. Ik heb hier team Eevee. Die is ook aan het chillen. En we hebben net gezellige foto ja. Met de mensen van het hotel. Jullie hebben net inderdaad gezien. Ik laat jullie heel even zien, want ik ben de naam van het hotel weer vergeten. Hé, Marriott? Marriott? Ja. Marriott Hotel. Oh. Ja, moet je wel terugzwaaien, anders ja.
Nou, wij hadden dus net, ja, jullie zagen ze dit net al knutselen, want ze wouden dus dolgraag van onze foto maken. Dus, want ja, ik overnacht dan in het Marriott Hotel samen met Leroy en met Gregory. En hebben ze dus een frame in verband met het evenement. En ze wouden dus dolgraag met ons op de foto, maar het probleem was, ja, dus was geen, er waren heel veel Pikachu's die zaten erop. Er staat ook Animecom 2017, nou ja, dat stond erop, er staat nou 207. Heel veel figuurtjes die staan erop. En ja, Animecom, hartstikke gezellig. Maar het probleem was, er was dus nergens even te vinden. Dan hebben ze dus net wat jullie zagen, waren ze heel snel bezig om hier een Magikarp en een Eevee, iets maar heel even nieuw te zoeken. Want ze hadden ook een Mew. Waar is Mew? Maar dat is Mew. Kijk nou, de rest, die zit hier. En die hebben ze dus speciaal voor ons gemaakt, omdat ze zo graag met ons op de foto houden. Deze bij mijn bad en mijn favoriet, maar echt. Dit is gewoon... Trouwens, hoi. Hallo! Hallo, everyone. Ik weet nog steeds niet welke dokter dat is. Maar, nee, maar daar hebben ze dus speciaal voor ons gedaan. Echt, dat vond ik zo mooi. En, Erik die heeft de foto's. Onze Mume, onze Magikarp trainer. En, ja, die stuurt hij natuurlijk naar mij door. En krijgen jullie natuurlijk hier heel eventjes nou de foto's even te zien. Dus ja, en... Eén ding. Testen of dit als spiegel werkt. De muziek is perfect. Ik wil even inzoomen. Ja. Perfect. Oké, jongens, ik ben hier nou ondertussen. Ik ga gewoon door. We zijn weer op aan het wakken. Ja, tuurlijk wel. Ik ben aan het vloggen. Dat mag ik. Er staat in mijn script. Als ik de burgemeester ben en ik zelfbenoemd dictator ben, vind ik dat ik gewoon de stadnaam uit mag kiezen. Ja. Ik ben burgemeester. Vertrouw me. Dit is onze groep trouwens. Dus we zijn... Een conventie is niet compleet zonder weerwolven van Wakkerdam. Mijn stem is helemaal naast het grootje. Ik zit hier naast de Ibis gezellig. Ik weet nog niet wat ik ben. Maar het is altijd spannend om dit te zien. Het enige nadeel is, deze vlog die duurt al lekker lang. Dus ja, jullie weten ondertussen wel. Ik laat jullie weten hoe dat het afloopt. Maar ja, mijn vloggen, dat leidt hun af. Dus... Ik doe even knippen. Oké, mensen, we wonen in Sukkeltjestad. En we hebben als burgemeester. Ik woon in Sukkeltjestad. Oké, in de reacties, jongens. Hashtag Sukkeltjestad. Yay. Ik heb een vraag. Oh ja, weerwolven van Wakkerdam. Was leuk. Was zelfs zo leuk dat ik helemaal vergeten ben om verder te vloggen. Oeps. Eerste ronde was leuk als verteller. Tweede ronde weet ik niet weinig van, want ik was de eerste beurt dood. Derde ronde... Hallo Timmy! Oh Timmy! Wat? Timmy is dood? Lekker wurm! Kan ik eindelijk aan mijn beker beginnen? Vijperduiders! Timmy! Tinkelperk! Ik respecteer je privacy als een ouder, dat klopt, maar gebruik mijn autoriteit als een ouder om door hem toch binnen te komen. Nee, ik laat hem gewoon doodgaan, dat is nog beter. Ik bedoel, ik kan nooit eens bouwen in, mijn koekjes. Maar het maakt niet uit. Hij heeft wel een mooi spul van het internet, kan je dan gaan mooi gebruiken. Hé, wat? Hij heeft wel een mooi spul van het internet. Kan je gewoon mooi gebruiken dan als hij dood is. Hij was zelfs burgemeester geworden door het internet. Hoe doe je dat? Hoe kan dat? Internet? Van kortom, dat was dus weer Wolven van Wakkerdam. Het was zo gezellig. Tot het 3 uur 's ochtends is geworden. We zijn helemaal kapot, maar het was het waard. Yep. Ik ben niet kapot. Damn, jij bent groot. Ik bedoel serieus, op de kaart moet je dit zien. Echt, als je zo dat beeld zo ziet, echt de hoofd van Eevee alleen al. En mensen zijn rustig aan hun huis gegaan. Ja, dit is ondertussen al dag 3. Zoals je het hoort aan mijn stem, die is op. Ik ben op. Ik vind het zo jammer. Dit was echt zo'n geweldige Animecon. Echt. We zijn uit naar de dealerroom gegaan. Gekletst met René. Nogmaals, dit is mede mogelijk gemaakt door. Dankjewel, Eevee. Meekaart! Nee, die staat nou ergens naast mij, dacht ik. Maar, nee, niet op mijn pet. Nee, want anders zie je Eevee niet. Die
ben jij? Maar daar heb ik dus nog lekker mee lopen kletsen. Beetje ook, we hebben nog heel veel Pokémon training cards gedaan. Sterker nog, we zijn eigenlijk niet meer daar geweest. Ik denk dat ik gewoon echt 5 tot 6 uur daar beneden heb gezeten. Oeps. Oh ja, en Erik is er ook. En Gregory ook. Leroy is er ook. Zo. Hey, Wouter heeft nog vol het energie. 5, 4, 3, 2, 1. De hel! Lutje, ik zeg nog zo, geen flying press doen! Best blij dat het geen Nokia 3310 was. Nee, dat zou echt rampzalig zijn als het een Nokia was. En tegen zou ik ook tegen zijn gekomen. Hallo! Captain M, de Game Master! Sorry, wat trapte je aan? Ik heb niks aan. Weet jullie ook, Sylvion? Die heb ik van hem gekregen. Nee. Die heb ik toen bij. Wat was dat, Nishikon? Dat was Nishikon, inderdaad. Ja, dat was Nishikon, inderdaad. Ik zit nou te leunen op mijn camera, jongens. Zo moet ik het. Laat! Jij moet je mel houden. Nee, Stevie. Merk ik echt. Die Steven die kwam binnen, ik sleur ermee, ik heb wat voor je. Ja, en echt een bel ook weer. Wat was er nou Thijs? Thijs, die was namelijk het broertje van waar we de button van hadden gekregen. En ik kwam nog eens een keer aan. Met een Eevee kaart. Jullie zijn awesome. Als jullie dit terugkijken, ik zie jullie, jullie zijn gewoon zo awesome. Ik kan het niet vaak genoeg zijn. Echt, zo lief dat jullie me de dingen geven, echt, maar. Het is een doof niet, ik hou toch wel van jullie kijkers. Jullie zijn echt awesome. Ik heb je van gebied afgehaald, verdorie! En ik wil nog niet dat het afgelopen is. Weet je wel, we gaan gewoon nog naar het strand. Ja. Ik ben nee, door! Nee, we gingen naar de Burger King. Bij het strand. Wat toevallig inhoudt dat we naar het strand gaan en vervolgens ergens anders eten. Zien jullie daar, denk ik. Kijk eens eventjes. Oh, kijk eens. Hoi. We zitten hier weer aan het strand in oude traditie. Ja. Inderdaad. Maar dit keer zitten we bij Habana. En ik weet het nog steeds niet. Ik heb een banana. Ik heb bier. En jij moet rijden. Hoi, ik heb al meer dan 5 jaar mijn rijden. 2% man. Zo awesome. Hey, wel goede reclame maken wij. Ja, het staat best wel zo. Het staat compleet dood. Hey, maar het is steeds lekker. En met je kakker vind jij. Oh. Ik kan hem maken, toch? Ik denk ook dat ik hier traditioneel voor de hamburger ga, omdat dat traditie is geworden. Traditie? Tot ik hamburger pak. Ik heb in Kijkduin. Heb ik hamburger gepakt. Vorig jaar heb ik hamburger gepakt. Dus dit jaar gaan we dan ook weer voor de hamburger. Maar dan wel zonder ei. Ik hou niet van ei. Ei is een jacht. Inderdaad. Bah. Hij heeft. Wat vind jij over ei? Hij vindt ei blijkbaar. Zit jij nou op bier aan je telefoon? Iedere keer als wij er gaan, zullen jij het helemaal maken. Jongens, als jullie weer een keertje. Ik doe mijn pet weer even goed, want er is geen wind. Maar als jullie een keertje bij Habana gaan, echt serieus. Die banana, bananen, banana. Probeer het echt. Dat ding is goddelijk, echt serieus. Ik wil echt proberen. Dus ben je weer een keertje kijken naar Pokémon Go aan gewoon doen. Ja, ik ben jullie heel even vergeten te vertellen. Deze video trouwens nog steeds wordt gesponsord door. Nee, kom! Eevee. Oh ja, en René Cards. Wij gaan even bestellen. Dus ik ga voor de traditionele hamburger. Mag jij even? Ik ga voor een ribeye-steak. Oh. Ik ga voor steak. Hamburger. Zonder tomaat. Zonder tomaat.
tomaat? Zonder tomaat. Oh, dus dan gaan we een hamburger. Ja, maar dan zonder tomaat. Oké. Ja, ik heb zo'n ui. Ah, ui is lekker. Tomaat is lekker. Ik ben zo allemaal daar. Nou, ui, kan zijn dat je ui niet lekker vindt. Ook een hamburger. Met alles. Ja, we hebben dus eten. Ja. Er zit al een kruis omheen, je mag niet eten. Hij, hij ziet er heerlijk uit zo. Ik vind de presentatie vind ik al geweldig. Ja, zeker. Je hebt een goed gevoel al. Ik ga hem al even keuren. Jongens, ja, we gaan het mooi eten. Het smakelijk. Eet zo. Het smakelijk. Oké, nou. De vlog moet op een einde gaan komen, helaas. Ik moet zeggen, het is veel te snel voorbij gegaan. Ik ben heel blij met Stijn, die me voornamelijk over heeft gehaald om deze erbij te halen. Hij is echt super schattig. En Petje vind ik ook trouwens leuk. Top. Ja, dus leuk van Petje. Wat vind jij? Hij sluit je heel goed. Maar vind jij van AnimeCon? AnimeCon was geweldig. Zoveel gezelligheid. Niet normaal. En we hebben zoveel plezier gehad met Weerwolf. Tinkelpurk! Oh, Timmy! Je kunt hier rustig een smoothie drinken. Je krijgt er één! Ja, het komt gelukkig niet mijn neus uit, maar het doet wel pijn ook hier. Oké, okay, dan kan je neus uit. En één! Hou op! Ik wil dat ik ophoud. Ja. Ja, nee, het was echt heel heel. Village News! Wat? Village News! Yes. Village News! Hello, I am villager number 27. Today I'm reporting that AnimeCon was incredible again this year. It has been very enjoyable watching everyone, meeting everyone, and playing games with everyone. Now on to the next report. Ja. Ja. Onze Mew is een beetje heel erg moe. Ik ben ook heel erg moe. Het ziet eruit als hetzelfde icoontje als Erik aan het uitleggen is. Maar nu is het meer omdat ik moe ben. Dus ja, ik heb het zo af en toe een keer gedaan. Ik heb niet heel de vlog ermee volgegooid. Maar ik moet jullie wel zeggen, waar de camera heel even op. Ja hoor. De camera is. Ik kan jullie wel zeggen, ik moet heel. Ik kan jullie wel vertellen, ik moet zeggen, AnimeCon 2017 was echt geweldig. Hoe heet deze tent ook weer? Nee, maar ik moet zeggen, van alle echt deze, die hadden echt geweldige hamburgers. Dus de thee die was perfect. Dus ben je weer in Kijkduin? Raad ik zeker aan om hier te komen. En zeker om een ha-banana-na-banana-na-banana-na-banana-na-banana-na te bestellen. Want die zijn gewoon echt lekker, dus. Ja. De bananen-ijssoep is ook heerlijk. Hij is echt veel te lekker. Maar. Oh. Hij is echt veel te lekker, dit. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Ik dank iedereen ook voor de gezelligheid. Ben je nou zelf ook in deze vlog geweest op AnimeCon? Super tof dat ik hier geweest ben. Iets met een M, iets met een N. Thijs, ik ben je niet vergeten. Thijs, en je zus, sorry, maar dat was gisteren. Ik heb heel slecht geslapen, mijn excuses. Maar enorm bedankt voor al de buttons en voor de EV-kaart die jullie mij hebben gegeven. Enorm bedankt. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ook een hele leuke AnimeCon hebben gehad. En anders zie ik jullie zeker bij Tomo Party of bij Abonai. Of heel misschien nog bij Moshi Moshi. Alleen Moshi Moshi ga ik niet vloggen. Dus, maar misschien zie ik jullie daar dan toch wel. Heel misschien. Ik laat het weten op mijn kanaal. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende keer. Doei!